Er loopt een koe in de weiland. Hallo, ik ben Enzo Knol. Hey groenteman, doe eens relax tegen hem. Ja, man. Knolpower! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. Ik heb zo net lekker gedoucht met een muziekje erbij. Oh, ik douche altijd met muziek. Ik vind dat zo ontzettend chill. En zoals jullie zien, ik heb weer een Knolpower onderbroekje aan. En wie had dat ooit gedacht? Dat Enzo Knol, dat snotjochie van vroeger, gewoon zijn eigen onderbroekela helemaal gevuld zou hebben met zijn eigen onderbroekenmerk. Moet je nou kijken hoe knijtersveel onderbroeken ik heb. Ik heb serieus alle onderbroeken die ik eerst had, van welk merk dan ook, noem het maar op. Ik weet het allemaal ook niet meer. Maar die heb ik allemaal weggedaan. Ik heb gezegd, ik heb Knolpower. Ik wil alleen nog maar mijn eigen Knolpower onderbroeken. En jullie zien het hier, Knolpower kussen, het hele dekbed overtrek. Het dekbed overtrek van Knolpower staat trouwens weer op de website. Die zijn weer nieuw. Die waren een tijdje weg, maar die zijn nu weer terug. Maar goed, check nou eens eventjes. Hier kan ik alleen maar trots op zijn. Echt ontzettend gaaf. Dus de onderbroeken die zijn vernieuwd. Die zijn nog beter geworden. Die staan ook op knolbouw.nl. Ik ga even een outfitje aandoen. Zoals ik al zei, ik heb heerlijk geslapen, heerlijk gedoucht. Tijd voor een nieuwe dag. En we gaan vandaag sowieso weer eventjes bezig. Gelukkig is het droog met het pak. Wat we helemaal vol aan het plakken zijn met bladeren. En dan is het uiteindelijk de bedoeling om natuurlijk mensen even goed in de maling te nemen. En te doen alsof je een hoopje bladeren bent en dan iemand te laten schrikken. Gewoon flink in de maling. Lijkt me echt serieus geniaal. Dus laat ik me even snel omkleden. En dan gaan we even bladeren plukken buiten. Myron die is zojuist achter een grote fout gekomen. En die fout die gaat als volgt. Wij hebben gisteren allemaal vette foto's gemaakt. Kijk, hier van Malino. Dit ben ik met Malino. Ik met Milan en Malino. Milan met Malino en Milan. En we hebben hier ook nog op de koelkast de allereerste foto met de Polaroid camera. Hier de tweede foto. En we hebben hier de derde foto. En hier ook nog. Oh, en hier ook nog een vierde foto. Dit zijn dus allemaal foto's gemaakt op 13/11. Tenminste, dat dacht Myron. En daardoor dacht ik dat ook. Maar gisteren was het 10 november. Ja, niet helemaal goed berekend. Dus... Maar die 3 dagen... Ach hè, wat boeien. Vast niet cruciaal. Nee, vast niet. Het is niet belangrijk verder. Maar wat wel belangrijk is, is dat deze gloednieuwe hoodies... plus de 50-50 roze-zwarte popsocket en t-shirt en pet... en nog meer op knolbouw.nl online staan. Vanaf vandaag, dus tijd voor een feestje. Vanaf 12 uur staan ze online. Dus ik hoop dat er nog dingetjes online staan, mocht je dat nog willen. Want het kan zijn dat je te laat bent omdat het heel erg hard gaat. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind deze nieuwe collectie roze-zwart vind ik echt super gruwelijk. Oké, laten we er vandoor gaan. Ik denk dat jij de fiets mee gaat nemen. Ja. Ja, dat dacht ik al. Nou, ik wil iets anders meenemen. Waarom moet je dan zo zuchten? Omdat ik al weet wat je mee wil nemen. Wat dan? Die roze. Ja, hoe ken jij mij zo goed? Kijk nou hoe cool. Deze ga ik meenemen. Hier ga ik mee. Yeah. Dit ding is vet, man. Hoppakee. Sleutel omdraaien. Boom. The Bluetooth device is ready to pair. Dat Bluetooth device is ready to pair. Nou, helemaal top. Zullen we gaan? Ik ben klaar. Oké, they see me rolling. De hating. Oké, we gaan naar buiten. Ik ben echt benieuwd naar de reacties van mensen als ze mij zo zien op dit ding. Wee! Zo, even op het liftknopje drukken. Heb jij de sleutels? Ik heb de sleutels. Wee! Yay! Hoppa! Het is wel echt heel... Oh, de rem zit aan de andere hand. Oh! Ja, dit gaat heel erg moeilijk worden, want de achterkant is zo ontzettend flexibel. Het gaat de hele tijd heen en weer. Oei. Oh ja, ik ga alweer te ver. Oh, ik zit in het gras. Oh my god. Dit is echt een slecht begin. Oh. Dit is echt een slecht begin. Oh joi joi. Ik heb net nieuw alles aan. Dit is een heel slecht begin. Mijn wiel kwam vast in het zand. Kan het nou ooit een keertje ook gewoon goed gaan? Alsjeblieft. Oei. Dit gaat echt hard hoor. Oh. Oh, de camera. Oh. Het is ook moeilijk hoor, om te filmen en te rijden. Kunnen we gaan? Ja. Oké. Okay. Oh my god. Komt ie hè? Hoppa. Oh my god. Oh my god. Dat ging niet helemaal volgens plan. Oh, hij komt bijna de berg niet op. Ik duw je wel even. Ah. Ik kom wel, ik kom wel. Hoppa! Dat is geniaal, hè? Ja, leuk. Oh, als je dat eenmaal door hebt, dat je zeg maar een bocht maakt en dan weer doordraait. Oh, dat is zo smooth. Dat voelt ook zo smooth. Dan denk je, yeah! Ja, dat is geniaal. Dat is echt serieus geniaal. Ja, dit ding. Oh, maar de batterij is wel al bijna leeg. Ja, je ging ook vol gas. De hele tijd vol gas. De hele tijd. Op standje 3, hè? Je hebt 3 standjes. Zullen we nog één keer dat trucje doen? Oh, zo vet. Zo, dat is smooth, hè? Dit is toch niet normaal? Ja, vet. Oké, laten we... Ja, laten we ook gewoon naar binnen gaan met dit ding. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ring, ding, ring, ring. Hi. Ik kom koffie halen. Wee. Wat een gek ding, hè? Cool, hè? Heel vet. Ik heb net gestolen van een klein kind. Ja. Nee, grapje, ik heb ook gekocht. Hoppa, we hebben lekkere koffie. Met een koekske. Hé, lekkere koekske. Wil je hier eventjes lekker chillen? Ja. Lekker in het zonnetje? Er is geen zon. Nee. Maar jij bent mijn zon. Oh. Stiekem vond je het wel leuk. Ja, stiekem vond ik echt super nice. Ja, een groot complimentje is dat hoor. Als ik de zon ben van mij. Oh, de camera. I'm crazy. Turn me on, turn me on. Je hoort heel in de verte hoor je de radio van de mensen die daar dat gebouw aan het bouwen zijn. Vinden jullie het ook altijd zo bizar hoe soms gebouwen in één keer boom er staan? Dat is echt ongekend. Dit gebouw hier in Zeist, in het centrum, hier hebben ze echt snelle vooruitgang in gemaakt. Op het begin was het een heel lange zandvlakte. En toen dacht ik echt van, nou dat gaat echt heel lang duren. Maar dan zijn ze natuurlijk bezig met allemaal, met de hele fundering zeg maar. Dus alle palen en stevigheid in de grond. En de vergunningen, ja. En dan hebben ze eenmaal alles gewoon, zeg maar de fundering helemaal goed. En dan gaan ze in één keer de hoogte in. En dan in één keer, boem, staat er een gebouw. Ja. En binnen nu in een half jaar wonen daar mensen. Echt mooi, dan wordt het echt mooi hier hoor. Ja zeker, Zeist is echt een super mooie stad. Dorp. Dorp. Oh ja, dorp. Ja, Zeist is een dorp. Zeist heeft heel veel inwoners, maar het is alsnog een dorp. Omdat vroeger had Zeist geen geld om stadsrechten te kopen. Want blijkbaar moest je vroeger stadsrechten kopen en dan met die stadsrechten kon je zeggen dat je een stad was of bent. En Zeist had er vroeger dus blijkbaar geen geld voor ofzo. Dus is het officieel nog steeds een dorp. En terwijl het nu een heel welvarend dorp is. Ja, ja echt wel. Maar het is geniet hè dit. Het is gewoon top hè. Ja. De kleine dingen in het leven die het leven mooi maken hè? Dat bedoel ik. Ja, dat moet je waarderen. Daar moet je van genieten. Oké, ik heb de Bluetooth weer geconnect. Het gaat automatisch als ik hem aandoe, dat hij de Bluetooth aandoet ook. Daar gaan we weer, dus ik pak maar weer banaan aan. Milan Knol kan niet zingen, heeft een piepstem. Shout-out naar Milan! In het alfabet, echt. Ik wil fietsen, 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 ik wil fietsen. Nou, daar zijn we hoor, in het bos, weer wat blaadjes aan het verzamelen voor ons project. Kijk, en dit zijn echt hele mooie droge bladeren die we weer kunnen gebruiken voor het camouflagepak. Nou, laat het dan ook alsjeblieft een groot succes zijn, dat camouflagepak. Want we hebben er echt al aardig wat tijd in zitten. En ik had echt niet verwacht dat het zo lang zou duren. Maar goed, we gaan weer even wat blaadjes verzamelen. En die gaan we dan allemaal in de tas doen. En gaan we thuis later weer lijmen. Elke keer als ik weer een blaadje pak, dan hoop ik van... Oh, als er maar geen hond heeft gepist of zo. Ja. Zo. Ja, niet zo mooi. Moet je deze kijken joh. Deze is echt heel groot. Ik ga wel meenemen. We hebben nu alleen maar bruine. En hier hebben we nu al zoveel van. We hebben ook gekleurde nodig. Want het moet natuurlijk wel een kleurrijk bosje zijn. Maar ze hebben hier alles schoongemaakt geloof ik. Dit lag gisteren helemaal vol. Dus ik denk dat ze met een bladblazer hier bezig zijn geweest. Maar als je gewoon een beetje op de weg kijkt. Hoppakee, deze hebben we nodig. Dit zijn namelijk echt super mooie blaadjes. Zo, dat ziet er wat kleurrijker uit. Helemaal top. Zo. Kan je daar voorbij gelopen zijn? Ja, deze is echt nice. Die is heel mooi. Nou, doe er maar bij. Hoppa. Ja mevrouw, doe de kleren maar weer uit. En het onesie pak aan. Ja. En dan gaan we weer verder met het lijmen. Kan ik denk zitten of moet ik echt weer staan? Ja, doe me eerst maar eventjes aan. Dan kunnen we even kijken. En voor de mensen ook die dit nog niet hebben gezien, kunnen we even kijken hoe ver we zijn met het camouflagepak. Nou, al redelijk ver. Zoals jullie zien, met de benen zijn we al helemaal ver. Kijk eens even. Dit is top. Hier moet je kijken hoe goed dit is gelukt hier al. Je ziet er niet doorheen. Ja, hier een klein beetje. Maar hier zo, hier zie je nergens doorheen dat het een onesie pak is. Dit is echt perfect hoor. En draai eens om. Ja, hier moet echt nog een stuk beter. Maar die voorkant ziet er echt al heel goed uit. Ja, je kan wel liggen, maar dan moet je op je buik liggen op de grond. Liggen? Ja? Zitten. Zitten? Ja, ik wil eigenlijk ook zelf bezig, omdat we nu nog één over hebben. Ja, klopt. Ja, nu zijn we met z'n tweeën, dus nu moet je zelf ook bezig. Maar je kan zelf wel op je voorkant, ja, op je voorkant zo. Als jij dan de achterkant doet. Ja, is goed. Nou, gaan we weer aan de slag, mensen. Leuk, hè? Hier zijn alle bladeren. Ja, nou, gooi ze maar op de grond. Hoppa. Die is echt mooi, hè? Ja, deze steekt er wel bovenuit. Kijk eens even. Oh, echt een heel mooi blad. Oké, dames en heren. Oh, oh, oh. De laatste. Snel, deze moet je plakken. Het allerlaatste blad. Snel. Ja, er moet meer lijm op. Die is heel groot. Ja, dan moeten we 2 pistolen tegelijk. 2 pistolen tegelijk? En er moet echt veel lijm op deze. Hij is echt heel groot. Jeetje Mina. Hoeveel zo, lijm plakken, er wel niet plakken op jou zit. Oké, de laatste. Ga maar staan. Zo, hij is wel goed hoor, dit pak. Even kijken, de laatste. Ik denk hier zo. Zo. Boom! Kijk eens even. Ja, deze is wel echt heel goed hoor. Deze hier ook goed. Ja. Ja? Ja. Ik bedoel, het kan nog wel ietsjes beter hier bedekt worden. Maar je moet ook onthouden dat wij hebben dit gemaakt. Dus wij kijken hier doorheen. Snap je? Wij kijken door die bladeren heen en we zien dit zitten. Maar als jij ergens ligt en iemand loopt gewoon op straat. Die denkt er echt niet aan dat er een mens in een bladerpak zit. Nee, ik wil eigenlijk even kijken zo in een lift even lopen. Ja, is goed. Loop maar naar de lift. Wow, hij is echt goed gelukt. En er valt gewoon geen blad van je af. Wow. Hij is echt heel goed gelukt. Ik heb ook een hoge klot, dus mijn hoofd lijkt ook misvormd. Dan moet je het zo hier. Ja, omdat je een knotje hebt en je hebt een capuchon op. Hij is echt heel goed gelukt hoor. Kijk dan. Als er nu iemand in de lift staat. Nou, gaan we kijken. Wow. Is wel goed gelukt, hè? Ja. Ja, cool hoor. Ja, toch? Alleen hier zou het misschien nog iets beter kunnen. Ja, hier aan de zijkant. Maar dan moeten we even kleine bladeren hebben. En dan moeten we die kleine bladeren hier plakken. Maar ja, we hebben serieus alle bladeren die we vandaag weer hebben verzameld, die hebben we weer geplakt. Dus het is echt een veel groter project dan ik dacht. Maar we zijn bijna klaar. Ja. En dan lijkt het me echt het meest geniaal om overdag met daglicht dit te gaan filmen. Om mensen in de maling te nemen. Ja, dan moet het goed komen. Dat moet echt wel goed komen. Ja. Dus het allerlaatste wat we moeten doen zijn kleine blaadjes hier. En hier een beetje. En dan is het klaar. Ja, gewoon nog een beetje de finishing touch. Ja. Die achterkant is wel echt goed. Ja, super goed. Je ziet hier nergens meer. Nee. Alleen maar bladeren. Dus dat is echt perfect. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet helemaal perfect te zijn, hè? Nee, nee, nee. Het is ook wel grappig als mensen een beetje, ja, misschien een beetje ja, verdacht opgesteld staan. Zo van, hè, zie ik dat nou goed? Ja, wat ligt daar? Wat ligt daar? Wat is dat? Wat is die bobbel? Zo grappig om jou zo te zien bewegen. Ja. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien sta ik hier in mijn studio. Samen met mijn prachtige Knolpower. Ja, wat is het eigenlijk? Lichtbox. Dat is het, een lichtbox. Net zoals hier de Mona Lisa, dat is ook een lichtbox in mijn studio. Zo heb ik ook de Knolpower daarachter. Ik ben er heel erg blij mee. Vandaag ga ik iets leuks doen in de vlog. Want ik heb een gast vandaag. En die wil ik jullie graag introduceren. Het is niemand minder dan Thijs! Hoppa! Daar is je boy Thijs. Oftewel de designer van mij. Alles goed, bro? Thanks for having me in the studio, man. Ja, geen probleem, Dank geen probleem. Zou je ook zo vriendelijk willen zijn de deur dicht te doen? Wel zo netjes. Goedemorgen. We gaan een spelletje spelen, Thijs. Ik ben benieuwd. Maar dat gaan we niet met z'n tweeën doen. Oké. Okay. Wij hebben namelijk nog een gast. Dus dames en heren, geef een groot applaus voor de tweede kandidaat. Het is niemand minder dan Myron. Oh, ik denk dat als ik Myron zeg dat ze wel komt. Myron! Ja! Wat is nou op, Myron? Kom daar allebei bij staan. Ik heb voor jullie een uitdaging. Ja? Okay. Dus maatje en grappie. Yes. Grappie. Dat is me. Let's go on. Grappie. Wij gaan een spelletje spelen. Je krijgt allebei een headset. Dus hier alsjeblieft. Een headset. Ik ga voor jullie een muziekje aandoen. En dat betekent dus dat ze mij niet gaan horen. Dus ze moeten mij lip-lezen. Dus als ik dit doe, en laat weten in de reacties wat ik zeg, oké? Okay? Ik heb het gezien. Oké, ik ben heel erg benieuwd of jullie weten wat ik daar zojuist heb gezegd. Maar heel even een oefening. Dan moet ik wel eerst even muziek zetten bij jullie allebei. Niet te hard, oké? Okay? Keihard. Ik ga het keihard aanzetten. De muziek die ik ga aanzetten is van Tantu Beats. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Teun! Shoutout naar Teun van Tantu Beats. Hij heeft mij echt 300 nog wat nummers gestuurd die ik kan gebruiken voor de vlog. Dus echt super chill. Zolang ik hem maar in de beschrijving zet. Dus hij staat in de beschrijving. Bijna klaar met downloaden. Het zijn er ook heel veel. Horen jullie wat? Ja. Ja? Oké, volgens mij gaan ze hier helemaal los op. Wat is het eigenlijk? Oh, het is heel chill. Het is heel rustgevend. Oké, maar het is alleen maar goed dat ze hiervan genieten, want des te moeilijker het is om te raden wat ik zeg. Dus laten we even een test doen. Laat ik gewoon tegen jullie zo zeggen van, Thijs, hoor je mij? Thijs. Thijs, hoor je mij? Myron. Ga door je hurken, Myron, als je mij hoort. Myron? Hoor je mij, Myron? Ja. Hoor je mij een beetje? Ja. Oei, oké. Oké, dan heb ik nu een vraag. Doe je hand omhoog als je Thijs heet. Doe je hand omhoog als je Myron heet. Nee, dit horen ze niet meer. De muziek staat zo hard dat ik er zelfs van mee kan genieten. Oké, laten we beginnen door in eerste instantie bij Thijs te beginnen. Alles goed. Jij moet zeggen wat ik zeg, hè? Je moet geen gesprek met mij. Moet ik jou napraten? Ja. Oké. Go. Opnieuw. Ik vroeg aan hem alles goed, hij zei ja met jou. Nee, maar ik hoorde wat hij zei, dus ik reageer. Hij schreeuwt zo hard. Logisch, ik ben een mens. Oké, kom. Oké. Er loopt een koe in de weiland. Hallo, ik ben Enzo Knol. En jij zei nou iets anders dan de eerste keer. Hoe dan? Hoe dan? Was goed. Nee, nee. Nee, nee, was niet goed. En loopt toen koe in de wei. Nee, wacht, ik moet één ding zeggen, want dit maakt het heel moeilijk. Als je je zin gaat zeggen, moet je dit doen. Zo van, nu ga ik beginnen aan mijn zin. Want anders ga ik dat begin er ook al uit aan. Oké, let's go. Er loopt een koe in de wei. Wat eten we vandaag? Ja, ja. Nee, 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 nee. Oké, we gaan naar Myron toe. Oké, er loopt een koe in de wei. Nog een keer. Er loopt een koe in de wei. Komt-ie, komt-ie. Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik het weet. Er loopt een koe in de wei. Wow! Headset af. Headset af. Had jij hem goed? Had ik hem goed? Maar heb je de hele tijd dezelfde zin gezegd? Wat denk jij dat het was? Ik heb de hele tijd hetzelfde gezegd. Nou, ik hoorde eerst alles goed, dus ik zei iets van ja, met jou. Ja. Daarna hoorde ik, hallo, ik ben Enzo Knol. En daarna... Hij zei, wat eten we vandaag? Dat was de laatste. Dat zei hij. Wat was het? Wat was het? Zeg het maar, Myron. Hij loopt een koe in de wei. Wauw. Wauw, echt heel ver daarnaast. Oké, het is 1-0 voor Myron. Doe je headset weer op. We gaan naar ronde nummer 2. Die muziek is zo hard. Ja. Hey, weet je wat het echt lijkt? Dit is zo vreemd. Ik heb echt het gevoel alsof ik op stap ben geweest. En dat ik dan zo naar mensen aan het kijken ben die zeg maar praten zijn, maar ik hoor alleen muziek. De hele tijd. Ja, soms dan als je inderdaad op stap bent, dan wil iemand iets tegen je zeggen. En dan moet je echt zo in iemands oor gaan schreeuwen. Ja, daar lijkt het op. Oké, doe je headset op. Ik doe de muziek weer aan. DJ turn up the music. Abonneer op Enzo Knol en doe een duimpje omhoog. Die muziek staat zo hard. Nog een keer. Wacht, de muziek gaat nou iets zachter. Nu naar mij, nu naar mij. Nee, wow. Weet je wat ik echt heel... Dit vind ik echt heel sick. Zij is aan het lachen, maar ze hoort niet eens wat ik zeg. Hoezo lach jij? Ik hoor nu wat jij zegt. Ik versta jou niet. Ja, maar hij heeft een veel betere headset. Hij heeft een veel betere headset. Hé, maar één ding. Hoezo lach jij? Je hebt toch je headset op? Dan ja, maar jij hebt een headset die sluit je helemaal af van de buitenwereld. Met of zonder muziek. Maar wat jij überhaupt al deed, jij staat ineens zo... Ja, maar ik denk ga echt die lippen ga ik focussen. Ik heb een betere headset voor Myron. Ja? Deze is beter. Okay. Ik ga een andere zin doen, dames en heren. Ik ga een andere zin doen. Ik hinkel over straat met één been. Ik hinkel over straat met één been. Ja, ik hoor zoiets vreemds. Ik heb hoofdpijn van die repen eten. Maar je hebt nou een andere headset. Ik ben benieuwd of jij het nu wel kan. Oké, komt-ie. Ik hinkel over straat met één been. Dat is moeilijk. Ik hinkel over straat met één been. Het einde is iets met één been. Ik hinkel over straat met één been. Ik ging door Oostenrijk met één been. Nee, dat is het niet. Oké, nog één keer. Nog één keer. Ik hinkel over straat met één been. Ik eet kornvlees. Kornvlees als avondeten. Wel iets met kornvlees, hè? Ook niet. Oké, maar. Ik hinkel over straat met één been. Doe je headset maar af. Wat dachten jullie dat het was? Ik ging door Oostenrijk met één been. Nee, ik eet cornflakes als avondeten. Ik hinkel over straat met één been. Oeh, wel met één been. Je had één been. Goed. Maar dat geeft je verder geen punten. Nee. Jullie allebei niet goed. Doe je headset maar weer op. Damn it. We gaan naar ronde nummer 3. Wat zijn dat ook voor random zinnen? Ja, hey, ik moet wel leuk blijven. Dat bedoel ik. Zin in cornflakes. Zullen wij vanavond naar bed? Zullen wij vanavond? Nog een keer? Zullen wij vanavond naar bed? Zullen wij vanavond naar bed? Was dat goed? Zullen wij vanavond naar bed? Nog één keer, nog één keer. Wacht heel even, even voorbereiden. Jij omdraaien. Even omdraaien. Ja, volledige focus. Zullen wij vanavond naar bed? Iets met naar bed. Ik ga het nog één keer zeggen. Ja. Zullen wij vanavond naar bed? Gaan we daar nog kwark eten voor bed? Waarom heb jij het alleen maar over eten? Hij zegt, zullen we kwark eten voor bed? Ja, maar dit was meer gebaseerd op dat we dat wel eens doen. Dan maar zo lekker zo'n kwarkje met aardbeidjes en nootjes en honing. Dus denk misschien. Dat klopt. Is maar wat was het? Had ik het goed? Wat was het? Zullen wij vanavond naar bed? Ping, 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 ping. Zullen wij vanavond naar bed? Dat was het goede antwoord. Dus ik had de helft goed. Ik ben ook blij dat Myron hem goed had. Dus dat betekent 2 punten voor Myron, 0 punten voor Thijs. We gaan door naar de volgende ronde. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Nog een keer. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Shit. Nee, ik weet hem echt niet. Maar ik hoor wel meer geluid. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Vorig jaar ging ik naar de bioscoop. Nee. Zo serieus ook. Oké, komt-ie. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Vorig jaar ging ik naar... Ja, ik hoor het ook niet. Komt-ie. Laatste keer. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Vorig jaar ging ik naar Pukkelpop. Nee. Oké, komt ie. Oké. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Volg jij? Is dat niet het begin? Oké, opnieuw. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Oké, headset af. Jullie hadden het allebei niet goed. Oh, ik dacht echt de eerste keer dat ik het precies goed had. Nee, Myron zat wel weer het dichtst in de buurt. Maar het was vorig jaar... Ging ik lampionnetje lopen? Wow. Ik zei meteen, vorig jaar ging ik naar de bioscoop. Ja, dat... Oh, sorry. Dat is het eerste wat ze zei. Volg jij. Ja, hij zei volg jij. Komt weer in de buurt. Ja. Vorig jaar ging ik lampionnetje lopen. Ja, het staat nog steeds 2-0 voor Myron. Dus ik ben benieuwd of Thijs nog iets in de mix kan brengen. Doe je headset weer op. Ik doe Tantu Beats weer aan. En dan gaan we. Oké, deze keer ga ik een spreekwoord doen. Ja? Daar komt de aap uit de mouw. Daar komt de aap uit de mouw. Oké. Oh. Ja, maar dit is iets herkenbaars. Mensen kennen dit. Goed. Headsetje op. Daar komt de aap uit de mouw. Daar komt de aap uit de mouw. Ik zei hem ook. Ja, ze had hem ook. Ja, het is 3-1. Oh my god. Ik pak een keer een punt. Ja, maar Myron is hier goed in. Maar dit is ook wel iets wat heel erg herkenbaar is. Ja, dat klopt. Dus je zag het gelijk. Ik kende de mondbeweging. Precies, dat bedoel ik. Doe je headset maar weer op. We gaan nu weer naar iets moeilijkers. Gaan we tot de 5? Ja. Wie het eerste 5 punten heeft. Ik ga nu iets doen met eten, denk ik. Ik eet graag... Oh my... Hij lacht mij uit! Hey, ik ben super gefocust en naar zijn mond. Hij lacht mij uit. Komt-ie. Ik eet graag aardbeien met jam. Nee, jij moet lachen. Dan is je mondbeweging anders. Opnieuw. Oké, komt-ie. Hij krijgt een nieuwe kans. Ik eet graag aardbeien met honing. Ik eet graag aardbeien met... honing. Ja. Boom! Hij heeft hem gewoon goed. Maar als het over eten gaat, dan weet je het gewoon. Oké, komt-ie. Ik eet graag aardbeien met honing. Ik ga straks aanbellen bij... Oké, komt-ie. Ik eet graag aardbeien met honing. Ik ga straks video bellen met de koningin. Nog één keer. Komt-ie. Video bellen met de koning. Dat doe ik namelijk elke avond voordat ik ga slapen. Ik eet graag aardbeien met honing. Doe je headset af? Nee. Doe je headset af? Oh, ja, Jij moet nog een antwoord geven. Ik weet wat het is, maar ik denk niet dat ik het in goede zin zeg. Zeg het maar. Ik eet graag aardbeien met honing. Was dat het? Was dat het? Thijs. Dat was... Ineens zag ik aardbeien met honing en toen dacht ik, oh mijn god, weet je wat ik daarvoor zei, Thijs? Oh god, dit kan toch niet? Ik zei, ik ga straks aanbellen bij... Ja, dat verzond ik. Oh mijn god. Jongen. Mona! Myron, die heeft 4 En Thijs die heeft als het goed is 2. Ja. Dat betekent dat dit matchpoint is. Myron die kan winnen. Wil je ook een keer bij mij beginnen? Want je begint altijd bij Thijs. Ik ga bij jou nu beginnen. Geen probleem. Ja? Headset weer op. Muziek weer aan. Ik hou van blondjes en dikke kontjes. Ik hou van borstjes en dikke kontjes. Dit is zo'n mooie zin. Oké. Ik hou van kontjes en blondjes. Ik hou van rondjes. Volgens mij zei ik nu iets anders dan de eerste keer. Oké, komt-ie. Ik hou van blondjes en dikke kontjes. Ja, ik hou van borstjes en dikke kontjes. Oké, Thijs. Ik hou van blondjes en dikke kontjes. Ik hou van blondjes en dikke kontjes. Hoorde je het omdat de muziek wat zachter werd? Eerlijk, dat weet ik niet zeker, maar ik weet in ieder geval dat ik er wel beter word dan vorige rondes. Ja? Ja. Dus we kunnen nog zeggen van... Ik hou van borstjes en dikke kontjes. Wat was het? Ik hou van blondjes en dikke kontjes. Oeh. Je zat heel dichtbij, maar Thijs die had het wel goed. Ja. Maar het klopt inderdaad dat deze headset sluit veel beter af dan deze headset. Want deze headset heeft zo... Noise reduction. Ja, noise reduction zoals ze dat noemen. En deze headset die heeft dat ook maar iets minder. Maar mij niet uit, ik hou gewoon deze. We gaan om het zo eerlijk mogelijk te houden, gaan we deze headset gebruiken, want die is gewoon het best. Dus dan ga ik als eerste een woord doen bij Thijs, of een zin. En dan gaat Myron even helemaal aan de andere kant van het huis, zodat je ons niet hoort. Ja, ik film het zelfs voor jullie, ja? Dat ik helemaal daar zit. Nou, vooruit. Doe maar. Ja, want anders dan geloof het straks niet. Hè? Ik geloof het helemaal, dat je gewoon eerlijk speelt. Dus ga er maar heen. Oké. Ze begint al met filmen. Doei. Doei. Ik ga echt helemaal weg. Helemaal daarheen. En dan kan ik niks meer horen. En dan doe ik ook nog deze deur dicht. En dan is het helemaal donker. Hier doe ik even het licht aan. Ik kan echt niks horen hier. Dus nu moeten ze me ook gaan ophalen als ze klaar zijn. Want ik hoor echt niks. Oké, en dan gaan wij een woordje doen. Of een zinnetje bedoel ik. En dan hier de headset. En dan zet ik de muziek weer aan. Als ik gelukkig ben, ga ik lachen. Nog een keertje. Als ik gelukkig ben, ga ik lachen. Ik heb nog 1 kans, toch? Oké, kom maar op. Als ik gelukkig ben, dan ga ik lachen. Nee. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb geen... 0. Heb je echt geen idee? Ik heb echt geen idee. Nee, echt deze is echt pissing. Ja, deze is echt goed. Dit is wel een uitdaging. Voor de laatste rondes is het wel mooi. Ja, precies. Maar ik moet hem helaas overslaan. Nou, is goed. Dan gaan we Myron erbij halen. Ja, het is ook wel moeilijk hoor, dames en heren. Het is ook echt moeilijk. Myron! Oeh, it's my turn! Ik ga niet zeggen of ik hem had. I don't know. Hier, maar je kan nu meelopen. Dan kan jij gewoon kijken, want jij weet wat hij nu gezegd heeft. Thijs kan hier gewoon blijven, want hij kan toch niet meer raden. True. Zei je nou, hij kan toch niet meer raden? Nee. Doe jij het, zet maar op. Oké. Dat is jammer dat jij het al verraden hebt. En zo. Maar we gaan door, dames en heren. Maar ja, ik kan het weer. Sorry, ik ben nog niet zo'n goede host, maar oké. Als ik gelukkig ben, dan ga ik lachen. Als ik dronken ben. Als ik gelukkig ben, dan ga ik lachen. Nee. Denk je het te weten? Als ik gelukkig ben, ga ik lachen. Ja, dat is goed. Oh, wel. Ja, dat is goed. Ja, ik zei als ik gelukkig ben, dan ga ik lachen. Oh. Maar dat je dan niet zegt, dat maakt verder niet uit. Zijn de meningen overdeeld? Ja, het is wel duidelijk dat Myron hier wel echt beter in is. Misschien komt dat ook omdat ik Myron elke dag zie en we echt gewoon... Wij denken zo vaak hetzelfde, dat slaat soms nergens op. Dan zeggen we tegelijk, hey, en dan, wow. Ja, die connectie die hebben wij net niet. Wij hebben een andere connectie. Ja. Wij wel, maar wij hebben die connectie. Wij hebben love en wij hebben toevalconnectie. Ja. Op een of andere manier ja, altijd... jullie hebben dat ook, ja. Op een of andere manier altijd hebben wij heel veel toeval. Maar wat jullie nu mogen doen, ik doe de headset op. Ja, dat was ook ons idee. It's over voor jullie. Yeah. Jij gaat kijken wat je zegt. Is daar time, man. Oké, dus ik doe de headset. Want Thijs en ik... en dan moet ik raden wat zij zeggen. Want Thijs en ik zeiden nog tegen elkaar... Ik praat best wel binnenmonds, dat weet ik van mezelf. Omdat mensen uit het noorden doen dat gewoon. Die hebben niet zo'n goede articulatie. En hij is Brabant. Maar jij lekker iets Brabant zeggen, bro. Oké, daar gaat hij. Oeh, dit is hard. Dit is heel hard. Die is heel hard. Hij staat heel hard. Niet normaal. Even een beetje rustig. Hey. Zullen we iets met knolpower doen? Yeah. Ja. Wanneer komt die roze zwarte hoodie van knolpower uit? Wat ik hier ga doen is zwart-wit met een knolpower. Ja! Nee, helaas. Wat? Nog een keer. Wat? Nee, nu. Oh ja, go. Nee. Ja, dit is mooi. Nu maar. Ga jij het nu zeggen? Ja. Wow, dit is moeilijk. Dit is zo moeilijk. Dit is eigenlijk een challenge voor ons. Wanneer komt die roze-zwarte hoodie van knolpower uit? Wanneer komt de roze-zwarte hoodie van knolpower uit? Ja. Was dat het? Oh! Yes! Wow! Ziek! Oh, en kijk hoe anders ik iets zeg bij jou dan bij Thijs, hè? Dat is een mega verschil. Damn. Ik zag dat jij zei roze-zwarte hoodie. Oh. Dat is weer zo'n woordje. Ja, en toen kon ik de rest plaatsen van... Ik dacht van, ja, weet je, wanneer komt de roze-zwarte hoodie uit? Ik ga nog een keer hem opdoen. Mogen jullie weer iets doen, ja? Oké. Komt-ie. Hey, jonge man. Doe die headset. Wat zeg jij? Hij lacht mijn beer uit. Hij kan geen serieus blijven. Jawel, heel spannend. Wat zegt hij? Dit is waarschijnlijk heel raar. Nee. Ik ga waarschijnlijk nou wel iets anders. Er waren wel twee zinnen of zo. Ja. Hè? Ja. Hey jongeman, doe die headset is af. Hey groenteman, doe eens relaxed tegen hem. Ja, maar nee, mee eens man. Wat? Mee eens. Maar dat was hem niet. Hey, doe relaxed tegen was die groenteman. Hey groenteman. Zat ik in de buurt? Nee. Nee. Doe eens rustig man. Hey groenteman. Ga jij hem nu doen? Ja, is goed. Oké. Hey jongeman, doe die headset eens af. Klaar. Oh, ik wist hij dit niet doet. Klaar! Ik wist dat hij dit klaar! Uitgespeeld! Hé jongeman, doe je headset eens af. Nee, maar ik snap niet wat jij zegt! Hey groenteman! Nee, maar ik probeer het echt zo ABN te zeggen. Hij zei het zo hard. Hij zei echt zo, hey jongeman! Hey jongeman, doe die headset eens af. Ja. Oké, nog één keer, de allerlaatste. Hoe kan je mij zo makkelijk lezen? Omdat we zo goed op elkaar ingespeeld. Dat is echt. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Wat is er mis met de oliebollenkraam? Oh my god. Gaat het zo slecht? Was dat in de buurt? Nee. Nog een keer. Nog een keer? Weet je wat ik zou willen? Mooie billen. Nog één keer. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Wat zeg je daarvan, van die gekke pillen? Goed, we draaien jou weer om. Als hij het nu bij mij in één keer goed heeft. Huh? Het leek geen eens op de eerste keer. De eerste keer had ik iets met oliebollen, nu met pillen. Kijk hoe hij praat. Hij praat zo. Dus dat keer had ik zo iets met... Oké, let's go. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Wat? Yes. Deze... Yes. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Wat wil je bij de oliebollen? Ja. Nee, oké. Laatste poging. Nee. Ik kan het wel raden, denk ik. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Het is wel wat wil je. Podibidi? Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Die laatste keer van Thijs hoorde ik omdat hij zo dichtbij was en schreeuwde. Dus het is? Weet je wat ik echt zou willen? Mooie billen. Let's go! Hij heeft hem alsnog. Maar die hoorde ik, omdat je zo dichtbij stond en zo ging praten. Nou, weet ik. Maar het was wel heel erg leuk. Ik heb ervan genoten, maar we kunnen wel stellen dat als je een klik hebt met elkaar en als je heel erg goed op elkaar in bent gespeeld, dat het echt veel beter afgaat. Ja. Dat is wel iets wat duidelijk is. Ik heb in ieder geval genoten. Dames en heren, zoals jullie zien, Thijs is in de building. Thijs die blijft hier pitten, omdat wij morgenochtend iets leuks gaan doen. Dus zorg dat je erbij bent, morgen bij de vlog om 4 uur. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! A few moments later. Is er is nog één ding wat we vergeten zijn en wat we echt even moeten doen. We zaten net even te chillen met z'n tweeën. Ja, maar dit moet echt gebeuren. Thijs, wil je die ballon even pakken? Kom maar hierin. Oh. We gaan nog eventjes één ding doen, want ik wil Thijs ook op de koelkast. Ah. De koel. Geniaal. Even een fotootje met de ballon. Zo happy. Ja, ben je klaar? Nee, de ballon moet dichterbij. Ik moet veel dichterbij. Hij moet dichterbij! Nee, nog dichterbij. Het is maar een klein fotootje. Ja, zo. Ik ben benieuwd of die ballon niet gaat reflecteren. Ja. Oh, inderdaad. Ja. Met die flits. Dat je Thijs zeg maar heel donker is. Maar... Oké, dat wilde Myron nog doen. Als jullie mij nu willen excuseren, doe ik mijn dikke pimpfiets weer aan met de boksen. Doe ik panda, panda, panda op. En dan gaan we lekker chillen. The Bluetooth device is ready to pair. Oké, check jullie morgen. Peace! Knolpower!